Zo, allemaal, we zijn er weer. Dan voor de derde wedstrijd. Thuis tegen Cambuur. Weer niet echt een topper. Hiervoor tegen Dordrecht en ADO gespeeld. Goede overwinningen geboekt. 4 en 3-0. Dus dat gaat lekker. We hopen dat we tegen Cambuur ook weer goed resultaat kunnen boeken. Spelen dan, ja, goed zo. Dan maak ik net iets eerder in spelen. Oh, dat was niet de bedoeling. Helaas. Dan nog een aardig schot. Daaruit kunnen persen. Ja, dan gaan we het vandaag eens over hebben. Ik heb zojuist gelezen dat Feyenoord minimaal één wedstrijd zonder thuispubliek moet gaan spelen Europees. Ja, dan zullen ze dit seizoen nog geen last van hebben aan zich gezien. Ze gaan Europees spelen, maar ja, is toch zonde. En ook, ja, vind ik het eigenlijk nergens op slaan. Er gebeuren wel gekkere dingen in de wereld, geloof ik. Zeker op voetbalgebied. En er wordt nooit wat aan gedaan en dan komt een keer een banaan op het veld en ze mogen gelijk zonder thuispubliek gaan spelen. Maar goed, wat doe je eraan? Jezus, wat is dit nou voor kutdoelpunt? De keeper die doet ook geen kut. Nou ja. Kijk of dit nog eens een keer werkt. Ik heb vaak genoeg gehad dat ik zo scoorde. Dat je gewoon vanaf de aftrap gelijk naar voren rent. Ja, het goede schot wel goed zijn natuurlijk. Maar ja, zonder thuispubliek en een boete van 50.000 euro. Dus dat is niet niks. Dus te hopen dat men zich een beetje in kan houden in de toekomst. Want fijn dat het wel aardig wat boetes kunnen betalen. Zo onderhand. Ja, 1-1. Gelukkig maar. Niet te lang 1-0 blijven. Terwijl hij tegen jezelf lopen voetballen. En ja, andere nieuws deze dagen is natuurlijk de FIFA. En Blatte die weer herkozen is. De grootste poppenkast alle tijden dat. Jammer eigenlijk dat ze die man nog niet op hebben gepakt. Ze hebben ook 14 mensen van de FIFA inmiddels opgepakt. Maar hem helaas nog niet. Als die man nog 4 jaar blijft zitten, dan zou ik toch als grote voetballander maar eens overwegen om eruit te stappen. Want wat heb je eraan? Ja, het zonde van een WK en dergelijke. Ja, dan organiseer je lekker je eigen WK. Dan heb je ook al die kutlanden er niet bij. Net als een paar jaar geleden Nieuw-Zeeland. Dat schiet er ook al niet op. Het is leuk voor dat land hoor, dat ze meedoen. Maar ja, het voegt niet echt veel toe, zeg maar. Zo'n landen zoals Spanje, Italië, Engeland, Duitsland, Frankrijk. Nou, Nederland is qua voetbal toch ook wel een groot land. Zeker niet. Met de nationale elftal gezien. Ah, kut. Kans om zeep geholpen. Dan het Zuid-Amerikaanse landen natuurlijk. Brazilië, Argentinië. Als die toch zeggen van nou jongens, we stoppen ermee. Dan heeft de FIFA er ook niet veel meer. Er ook geen bestaansrecht meer verder. Nou ja, goed, zover zal het wel niet komen. Dan zou ik nog wel 4 jaar met die man vol moeten houden. En daarnaast, mocht er een ander gekozen worden, wat verandert het dan? Vrees eigenlijk ook niet zoveel. Ja, ja, 2-1, yes! Gelukkig net voor tijd, of in ieder geval voor rust, 2-1. Dan ga je toch wat lekkerder de rust in. 10 minuutjes spelen, geloof ik. Ja, 10 minuten. Dus dat moeten we nog wel vol kunnen houden. Cambuur stelt natuurlijk ook niet zoveel voor. En het spel vooral niet.
Het echt willen ze nog wel eens een leuk. Oh, kut. Het echt willen ze nog wel eens een aardig wedstrijdje spelen. Maar... FIFA mag het toch geen probleem zijn. Ja, het ziet er ook naar uit dat dat Van Geel niet weggaat. En Gudde ook niet weggaat bij Feyenoord. Dus ik hoop dat het Gudde toch nog eens een keertje echt goed van zich laat horen. Of Gudde, ik bedoel Van Geel. En nog eens een keer een paar goede spelers gaat halen. Want het seizoen is dit, er zit natuurlijk niet nog een jaar op te wachten. Dat zal wat wel helpen natuurlijk dat de Rutte er niet meer zit. Of angst daar als voetbal aan hem. So we reach half time with the score 2-1. Let's take a look at the highlights from that first half, then we'll get. Maar twee goede backs zijn sowieso welkom. En dan nog een spits en het liefst nog een vleugel spelen, want je moet nog maar afwachten wat er vertrekt verder. Nee, ach. En dan krijg je gelijk een 2-2, jongen. Lekker hoor. Ik heb niet het idee dat Vermeer zijn allerbeste wedstrijd speelt hier ook. Dat we het toch best kunnen hebben, maar goed. Shit happens. We gaan ook nog eens scoren. Oh, dat loopt zo voorbij. We scoren ook maar. Ah, shit man. Er loopt natuurlijk niemand achter nu. Dat was Klaasie's plek. Goed onderschept door Oetius. Nou, Bilal... Ach, jezus. En zo voor het aanvallende spelen. Goed bezig van Beek. Jezus. Heb je dan pech? Waarom eigenlijk naar rechts buiten en bak je zo niet spelen? Want... Score dan, jongen. Jongen, 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 jongen. Netjes, netjes, netjes binnenhouden. Jongen. Wat een kutpaas. Oh. Het verkeerde been gezet. Goed bezig, goed. Ah joh, laat lekker liggen man. Gaan doorspelen. We spelen hem zeker terug. Ja, tuurlijk. Echt hoe vaak ik in FIFA al niet gehad heb. Dat was mijn voordeel was. Dat hun hem niet terugspelen. Dat heb ik echt al zo vaak gehad. En hier spelen ze hem altijd automatisch terug voor me. Ik vind het belachelijk, maar goed. Doe je eraan.
helemaal niks. Een keer de druk kan maken, doe ik ook. Dat heeft niet zoveel zin. Kut. Dan draai je er niet snel. Ik ga ze even wisselen. Ik ga Villena eruit halen. Zetten we Aschebaar er eens in. Ik zet Kazim, zetten we gewoon lekker op rechts. Op rechts. Yes. Misschien dat hij nog wat ervan weet te pakken. Ja, penalty. Ha, hij houdt me zo vast. Oh, lekker. Kwartiertje voor tijd, penalty. Ik hoop dat ik die ga scoren, want... Tegen Cambuur en zeker thuis ga je toch geen puntverlies leiden. Dat gaan we uiteindelijk niet nemen. De spits achter de bal. Serieus. Dus. Schieten we er nog geen kut mee op. Nou, maak je kant. Maak je fout goed, wou ik zeggen. Echt, dat zit niet mee vandaag. De Cambuur weten ze het ook niet meer. Ja! Oh, wat een ontlading. Schot van richting veranderd. Kan mij het verrotten. Als hij er maar in gaat. Oh, oplichting. Dan wil je normaal spelen. Niet uber aanvallend. Dan zie ik het alweer gebeuren. Lekker beweegt, jongen. Noorijn Toornstra, jezus, jammer. Dan vraag ik ook wel niet in de laatste minuut nog een doelpunt tegen krijgen om een of andere wezenloze reden. Dat gaan we vandaag niet gebeuren. Hoop het. Oh. Netjes, Aschebaar. Ja. Yes. 3 punten blijven gewoon hier, hè. Oh, invalletje die scoort. Dat is toch altijd lekker. Om zoiets achter de hand te hebben. Als je nou prutsers op de bank zitten, dat schiet ik niet op. Wat een overzicht. Boetius. Ah, jammer. Klemmerman is toch een doelpunt. Vorig jaar toch wel een van mijn favoriete spelers. Maar dit jaar heeft hij daar niet veel van gebakken. Wie dat dan komt. Ja, wie zal het weten. Maar 3 punten. 4-2. Jammer van die tegendoelpunten, maar goed. Ik zeg bedankt voor het kijken en later.